Het is weer even wennen, de nieuwe beperkingen. Maar ook vandaag kwamen er weer een kleine 8000 besmettingen bij. Dus ja. Goedenavond. Aardgasvrije woningen. Het kan sommige gemeenten niet snel genoeg gaan. En dat is het probleem, want zo snel gaat het allemaal niet. Maar om echt deze jongen eruit te stoppen, dat vind ik nog wel een dingetje. En verpieterende bomen in parken en bossen een nieuwe kans geven in de tuin. Dat moet een miljoen gezonde bomen opleveren. Ja, een kleine 8000 nieuwe besmettingen en een reproductiegetal dat vandaag boven de 2 uit is gekomen. Corona heeft Nederland nog volop in zijn greep. Verschillende virologen en epidemiologen en gedragswetenschappers riepen het al. Er is te snel versoepeld. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen denkt dat vooral de opening van de horeca en de nachtclubs het probleem is geweest. Ik sta er nog steeds achter dat we ook de musea hebben opengemaakt, dat de markten weer kunnen lopen, dat je in principe een kermis kunt houden. Maar na de heropening van de cafés en de nachtclubs stegen de cijfers in recordtempo. En ik zeg er gelijk bij, dat is niet de schuld van die horecagelegenheden. Dat is niet de schuld van die evenementenorganisatoren. Zij hebben er nu ook heel veel nadeel van. Maar het feit dat daar veel mensen bij elkaar komen. Ja, je hoeft maar één iemand te hebben die besmet is. Nou ja, de rest hebben we dus gezien. Ook in Gelderland de afgelopen 10 dagen. Sterker nog, de burgemeester ervaart in eigen huis de gevolgen. De dochter van mij die is afgelopen weekend positief getest. Die heeft corona opgelopen vorige week. Ja, de regels zijn dan simpel, hè. Dan moet je ook als huisgenoot in quarantaine gaan voor een aantal dagen. En die regels opvolgen, daar wordt op gehamerd. Maar ja, moeten die dan nu weer strenger worden? Op straat denkt men er verschillend over. Strikte regels zorgt ervoor dat er daarmee volgens mij toch het aantal besmettingen naar beneden toe gaat. En dat is wat we met z'n allen willen, zodat we daarna weer toch in vrijheid samen kunnen gaan leven. De belangrijkste doelgroepen die zijn op dit moment gevaccineerd, dus... Ja, in die zin denk ik, ja, hele strikte regels zijn er ook niet meer nodig om de Delta-variant toch onder controle te houden. 13 augustus kijkt het kabinet hoe we ervoor staan. Volgens Bruls een belangrijk moment waarop niet zomaar weer verder versoepeld moet worden. Het virus laat zien dat er steeds nieuwe varianten komen en dat toch vrij verrassend kan gaan. Want wie had er nou eerlijkheidshalve gedacht dat je midden in de zomer de snelste stijging zou hebben in 16 maanden tijd. Terwijl alle deskundigen altijd hebben gezegd, ja, de zomer is slecht voor het virus, goed voor ons. Ja, het risiconiveau in alle Gelderse veiligheidsregio's is inmiddels door de stijgende besmettingscijfers verhoogd naar ernstig. En een plek waar de positieve gevallen blijven oplopen, dat is de nachtclub City Lido in Groenlo, waar na een stapavond al 50 coronabesmettingen zijn vastgesteld door de GGD. En dat kunnen er nog meer worden, want er waren tussen de 900 en 1000 bezoekers die avond. De meeste Gelderse gemeenten willen aardgasvrij zijn in 2050. Maar in Ermelo ligt de lat iets hoger. Daar moet de zogenoemde wijk van de toekomst in 2027 al volledig van het gas af zijn. Over 6 jaar dus. En daarmee is Ermelo een van de eerste gemeenten van Gelderland die echt bezig is met woningen van het gas te halen. De bewoners van de jaren 70 wijk worden nauw betrokken bij de plannen. Maar het tempo waarin dit gebeurt, dat valt nog wat tegen. Wilco Kaper woont al zo'n 17 jaar in de wijk van de toekomst in Ermelo. Hij heeft al behoorlijk wat gedaan om zijn woning duurzamer te maken. Nou, we hebben de spouwmuren hebben geïsoleerd. Daar zit een schuim in. We hebben de vloer geïsoleerd met een isolatieplaat en we hebben het dak van binnen uit geïsoleerd. Toch weet hij niet of volledig van het gas afgaan wel zo'n goed idee is. Nee, ik ben bang dat het toch wel lastig gaat worden. Dus we moeten natuurlijk eerst goed isoleren. Daar zijn we nu mee bezig, maar dat is op zich ook nog wel keuzes maken en kan lastig zijn. Maar om echt deze jongen eruit te stoppen, dat vind ik nog wel een dingetje. Veluwe Duurzaam is de instantie die helpt bij de verduurzaming van de wijk van de toekomst. Over 6 jaar moet de hele wijk aardgasvrij zijn. Een behoorlijke ambitie. Niet onhaalbaar, maar waar meer tijd in gaat zitten dan denk ik van tevoren bedacht is, is dat elke woning maatwerk is. Plannen worden vaak geschreven op gemiddelden en op bouwjaar van een woning. Maar als je dan achter de voordeur komt, dan is geen enkel huis in de wijk meer hetzelfde. Nog veel werk te doen dus. En de vraag is of Ermelo het gaat redden om deze wijk in 2027 aardgasvrij te maken.
Ik betwijfel het. Ik moet het nog zien. Ik heb daar echt wel mijn twijfels over of dat gaat lukken. 6 jaar is heel erg kort. En er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen die zitten eraan te komen. En die zouden maken dat we wel van het aardgas af kunnen. Maar dat hebben we nu nog niet. Ze hebben al bijna 100 handtekeningen ingediend bij de gemeente Nijmegen. De omwonenden van het spooremplacement vlakbij het station. Want ze maken zich grote zorgen om de plannen van ProRail om 's nachts onderhoud te gaan plegen aan de treinen. Ze vrezen forse geluidsoverlast en trillingen. En ze voelen zich niet gehoord door de gemeente. Nu is het nog erg rustig op dit spooremplacement dat soms gebruikt wordt voor het stallen van oud materieel. Maar we hadden nooit gedacht dat ze hier in de nacht treinen zouden gaan schoonmaken en repareren. Dat zijn industriële werkzaamheden die niet midden in een woonwijk thuis horen. Wij slapen hier, dus het gaat om onze nachtrust. De informatie van ProRail over de plannen stelt de bewoners weinig gerust. De nieuwe situatie die wij voor ogen hebben, past die in die vergunning? En dan kunnen we daarop ja beantwoorden. Dan hoeven we daar ook geen extra maatregelen zoals geluidsschermen te plaatsen. Volgens ProRail past het dus binnen de vergunning. Maar omwonenden betwijfelen dat en voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. Zelfs als het zou mogen, verwacht ik van de volksvertegenwoordiger dat ze ons hierin beschermen. Want dit is geen leefbare stad meer. ProRail wil niet voor camera reageren. Ook de Nijmeegse wethouder Vergunst wil dat niet. Maar volgens hem is ProRail verantwoordelijk en betrekt die organisatie al sinds 2018 de bewoners bij het proces. Zo was er maandag 5 juli nog een informatieavond van ProRail. Gaan mensen daar wat van merken in de omgeving? Ja, daar waar het emplacement nu vooral stil is, omdat er geen activiteiten zijn, dat gaat natuurlijk veranderen. Er was inderdaad een informatiebijeenkomst, maar dat was een ProRail marketingscampagne. Met overal ProRail logo's en overal sprekers die ProRail had uitgenodigd. De burger heeft bijna geen stem in dit verhaal. Op 20 juli komt er een gesprek tussen ProRail en de buurt. Maar de bewoners vrezen dat de trein al lang in beweging is en niet meer gestopt kan worden. Deze winter moeten er in Nederland 1 miljoen bomen bijkomen. Tenminste, als het aan milieugroepen en hun opgetrommelde vrijwilligers ligt. Want zij moeten boompjes en struiken gaan verzamelen. Die staan te verpieteren in parken en bossen. Op een andere plek, misschien wel bij u in uw tuin, moeten ze een tweede kans krijgen om wel te floreren. Zo. Dries Plint is eigenlijk evenementenmaker. Maar door de coronacrisis moest hij op zoek naar ander werk. En daarom zette hij met zijn collega's in Terwolde de Weigade op. De Weigade is als boomhub één van de plekken in Nederland waar straks weer gratis boompjes afgehaald kunnen worden. Wij zijn een boomhub voor Stichting Meer Bomen nu. En dat is eigenlijk een verzamelplaats, een kleine boomasiel voor een korte periode. Vanuit oogstlocaties slaan we ze hier op en vanuit hier gaan ze door naar de plantlocaties. Het afgelopen jaar liep het met de gratis perenboomactie storm. Mensen stonden voor een gratis boompje in de rij. Dit jaar moet het weer een succes worden. Meerbomen.nu wil dat er dit keer voor het milieu en tegen de opwarming van de aarde 1 miljoen bomen in Nederland worden geplant. Maar hoe kom je aan zo'n enorm aantal bomen om weg te geven? Parken, bossen, landgoederen hebben we echt nodig om daar te gaan oogsten. Het is de bedoeling dat duizenden vrijwilligers straks de schop ter hand nemen om jonge boompjes uit de grond te halen op plekken waar ze toch geen kans zouden maken om uit te groeien tot volwaardige bomen. Ja, dat is pittig werk. Ja. Dus dat moet je wel liggen. En moet je nog ergens op letten? Ja, goed rondom de wortels steken. Niet te dichtbij, zodat de wortels wel intact blijven. En je schop stil niet breken. Eind deze week worden op middelbare scholen de diploma's uitgereikt. En als je dan in de oldtimer van je vader gebracht wordt, dan wordt het wel heel bijzonder. Maar ja, het is super dankbaar. Ik vind het heel erg leuk dat hij dat voor ons doet. De politie heeft gisteren 152 bestuurders betrapt op het filmen van een vrachtwagenbrand op de A50 bij Apeldoorn. Het kenteken van de bestuurders is genoteerd en alle overtreders krijgen binnenkort een bekeuring thuisgestuurd. Een met rubber en kunststof geladen truck was in brand gevlogen. De weg naar Apeldoorn werd afgesloten en op de weg richting Zwolle ontstond een kilometerslange file. Volgens de politie kwam dat deels omdat veel bestuurders hun aandacht niet bij de weg hadden, aangezien ze vanuit hun autoraam bezig waren met het filmen van de grote brand. De boete die ze ontvangen bedraagt €240. En de politie heeft 3 mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de productie van crystal meth
in Achter-Drempt. Het gaat om een Hagenaar, een man uit Ecuador, een Mexicaan en een vrouw uit Colombia. In mei vorig jaar deed de politie een inval in een schuur in de Achterhoekse Plaats, waarvoor miljoenen euro's aan drugs en afgeleiden werden gevonden. Drie verdachten konden ter plekke worden aangehouden. En deze buitenlandse mannen zitten inmiddels een jaarlange celstraf uit. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het viertal dat nu is opgepakt betrokken is bij meerdere drugslab in Nederland, waaronder dat dus in Achter-Drempt. En ze lagen jarenlang op een plank in het depot van Vereniging het Museum in Winterswijk. De persoonlijke plakboeken van oorlogsburgemeester Johannes Kneppelhout. Vijf studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben de plakboeken het afgelopen jaar onderzocht. En de uitkomsten van het onderzoek plaatsen het oorlogsverleden van Winterswijk in de Tweede Wereldoorlog in een nieuw perspectief. Ik kwam hier onderin terecht. En ik, hé, wat is dat weer allemaal voor boek allemaal? Vrijwillige Krijn Bugli vond de persoonlijke plakboeken van Johannes Kneppelhout, die in 1938 burgemeester werd van Winterswijk. De boeken bevatten naast vele krantenartikelen een groot aantal persoonlijke aantekeningen, notities en originele documenten. Over zijn burgemeesterschap tijdens de bezetting was tot voor kort maar weinig bekend. Niemand wist het van die dagboeken en alles. En met toeval dat het weer ontdekt wordt. Winterswijk stond bekend als NSB-dorp met foute burgemeesters. Maar door het onderzoek ontstaat door burgemeester Kneppelhout een heel ander beeld. Dat het heel goed is dat burgemeester Kneppelhout wat meer in beeld komt. En te laten zien ook dat het verleden niet zwart-wit is. En zeker niet door één enkel persoon bepaald kan worden. Van het onderzoek werd een boekje gemaakt en het eerste exemplaar werd aangeboden aan de 94-jarige Willem Kneppelhout, zoon van de oorlogsburgemeester. Ja, ik ga het, als ik nou eens uitgebreid lezen. Hè? En ik vind het heel leuk dat er dus, zoals de voorzitter zei, toch nog een boekje over mijn vader wordt uitgegeven. Volgens de studenten is een vervolgonderzoek zeker de moeite waard. Ik denk in ieder geval dat het mooi is om de bredere oorlogsgeschiedenis van Winterswijk, ja, misschien toch nog wat nader te onderzoeken. Ook de rol van de Scholtenboeren bijvoorbeeld. Die hebben ook grote invloed gehad hier. En ik denk misschien dat dat wel iets zou kunnen zijn wat ook interessant is om nog eens verder te onderzoeken. Kallenbach, zegt die naam u iets? De oudere generatie zal de naam nog wel kennen van de protestants-christelijke boeken die deze Nijkerkse drukkerij tussen 1854 en 1997 heeft uitgegeven. Ongeveer 10.000 verschillende titels zijn er verschenen. Museum Nijkerk doet al jaren haar best om al die exemplaren in bezit te krijgen. Met een schenking van 10.000 Kallenbach-boeken die bij een andere uitgever lagen opgeslagen, komt het museum een eind in de goede richting. We zijn heel erg blij met deze schenking. Echt dat het is weer thuis, hè, waar het ooit begonnen is. Uniek, zo vinden de twee museumdames de schenking van de ruim 10.000 boeken. Zelf hadden ze al 7500 exemplaren, maar met deze schenking hopen ze de collectie compleet te maken. Van alle boeken die we nu hebben ontvangen, dat zijn allemaal puntgave exemplaren. Want zo'n boekje hadden we. Kijk, hier. En dit wordt het. Kallenbach is een begrip in Nijkerk en omstreken. In deze drukkerij werden vanaf 1854 door oprichter G.F. Kallenbach boeken met een protestants-christelijke boodschap gedrukt. De boeken werden voornamelijk boven de rivieren gelezen. Er waren jaren dat Nederlanders Nijkerk kenden van de boekjes van uitgeverij Kallenbach. Hoewel de drukkerij door overnames al een tijd uit Nijkerk is verdwenen, blijft de liefde voor de uitgever groot. Zo groot zelfs dat deze dames met alle plezier al die boeken gaan bekijken en lezen. Het moet allemaal nog gebeuren. We hebben nog heel weinig gelezen, maar de hoeveelheid is een rijkdom waar vele onderzoekers ook hun weg in kunnen gaan vinden. En waar we langzamerhand steeds meer bekendheid aan kunnen geven. Voor wie nu heel enthousiast geworden is en deze boeken wil bekijken, dat kan vanaf het najaar van 2023, als het museum met een nieuwe expositie over de Kallenbach-boekjes komt. Een haastklus voor Ton Nijhuis uit Oosterbeek. Hij wil dolgraag zijn dochters in een oldtimer naar hun diploma-uitreiking rijden. Maar ja, zoals het zo vaak gaat met klussers, is Ton ingehaald door de tijd. Vrijdag is de uitreiking al en de oude snoek is nog niet helemaal af. Na jaren van avontuur en trouwe dienst kwam hij roestig stil te staan. De oude Citroën DS. Oh. Oftewel de snoek.
van Oosterbeker Ton Nijhuis. Maar Ton besloot zijn oude liefde en grote trots grondig op te knappen. Ja, je bent er. Sleuteltje 11 en 10 en 8. Toen mijn dochters gingen naar school, naar de middelbare school gingen, heb ik ze beloofd dat ik ze met deze auto op zou halen en weg zou brengen bij de diploma-uitreiking. En dat was 6 jaar geleden een hele veilige belofte. Nou, en ik ben onderhand een keertje blijven zitten. Dus ik zei al, hey pap, ik heb je een jaartje extra tijd gegeven. Een maandje of 3 geleden moest ik toch ineens ernstig aan de bak. De snoek werd volledig gedemonteerd en vanaf het chassis weer helemaal gerenoveerd en opgebouwd. Een monsterklus, waar je normaal gesproken jaren druk mee bent. De keuken lag helemaal vol, in de tuin lagen al die panelen. Dus het was echt een en al werkplaats. Nou, op een gegeven moment ben je gewoon... In het begin is dat leuk, maar op een gegeven moment... Wel echt de laatste 3 maanden aan 1 secteur zit hij op de straat. Als we gaan eten, moet ik even naar buiten lopen. Hé, pap, we gaan eten. Dus zit alleen maar op straat. En dat is ook de buurt niet ontgaan. Hij staat wel erg in de weg. We kunnen onze auto hier niet kwijt. Dat is jammer. Nee, nee hoor, het is hartstikke mooi. Want met een strakke snoek voor de deur is de diploma-uitreiking straks helemaal geslaagd. Dit was de missie, hè? Met de dochters naar de diploma-uitreiking. En daar, ja, ik denk dat ik dan een heel trots gevoel heb. Het is super dankbaar. Ik vind het heel erg leuk dat hij dat voor ons doet. Ja, en dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en vooral in het oosten valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 17. Morgenochtend dan valt verspreid wat regen, maar op de meeste plaatsen is het nog droog. En pas in de loop van de middag en vooral morgenavond neemt de kans op enkele stevige buien vanuit het oosten verder toe. Daarbij is veel neerslag mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden en daarbij staat een matige noordenwind. Ja, en ook donderdag vallen nog enkele buien en is er veel bewolking aanwezig. De dagen daarna wordt het droog en ook een stuk zonniger. En de temperaturen lopen vanaf zaterdag verder op. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze app en onze site vindt u meer nieuws. En ik wens u nog een fijne avond.